Je ziet het al. Expeditie Robinson is niks voor mij. Hey, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Daisy en vandaag ga ik naar het Hertenkamp in Enkhuizen. Ik ga even ontdekken wat hier allemaal te doen is. Maar als ik daar zo kijk, een natuurtuin, de Witte Schuur, een theetuin, Lekerweide, kinderboerderij. Volgens mij is hier genoeg te doen. Ik ga eens eventjes op pad. Ik dacht eigenlijk, laat ik naar het bovenste bordje meteen gaan, naar de natuurtuin. Maar toen zag ik dit. En toen dacht ik, ja, ik moet toch wel eventjes dat kind in mij loslaten. Dus ik ga kijken of ik veilig aan de overkant kom. Je ziet het al. Expeditie Robinson is niks voor mij. Misschien is de natuurtuin iets meer wat ik zoek. En wat vooral zo mooi is, is dat lekker de natuur zijn gang mag laten gaan. Zo zijn er overal leuke kleine paadjes waar je doorheen kunt gaan. En nu dit bruggetje waar ik over loop. Ik zie hier dan ook in één keer allemaal vruchten op de grond leggen. Dat soort dingen kom je hier tegen. Dus lekker tot rust komen. Ik ben benieuwd, er is ook een kinderboerderij. Ik ben benieuwd of ik daar ook zo tot rust ga komen. Want als je hier stil bent, hoor je eigenlijk alleen vogeltjes fluiten. Ik denk dat het op de kinderboerderij anders is. En als je een paar stappen uit de natuurtuin zet, dan ruik je het al snel. Hier staan de dieren. Hier achter me een paar egeltjes. En ik mag ook naar binnen. Moet je het wel aan de goede kant naar binnen gaan, anders werkt het niet. Ik voel hier toch ook wel een beetje een lichte jeugdtrauma opkomen van de kinderboerderij. Met alle dieren die gewoon op je afkomen lopen. Maar ik moet zeggen, hier zijn de dieren netjes opgevoed hoor. Want ze blijven mooi op afstand, bijna op 1,5 meter. Dus dat is fijn. Ja Bart, ik heb een tijdje hier rondgelopen, ja. De natuurtuin gezien, hier bij de dieren. Dus ontzettend veel, maar is er nog meer te doen hier, hè? Er is hier heel veel te doen. We zitten zo en zo in het prachtige Wilhelminapantsoen in Enkhuizen. Nou, de dierenboerderij. Je ziet dat de dieren erg enthousiast zijn als je even met ze aait. Ze komen allemaal naar je toe. Ja, en de theetuin, kopje thee, kopje koffie, wat een kleine lunch. En de kinderboerderij zit al vol met dieren, maar er komt nieuwe bewoners bij, hè? Ja, we hebben sinds kort 3 jonge pauwen erbij. En die zag ik hier nu nog niet lopen, hoe komt dat? Ze zitten nu nog in quarantaine, omdat we meer pluimvee hebben. Dus voor de zekerheid dat ze niks kunnen besmetten. En over 4 weken, en dan zijn ze ook gewend aan het terrein, dan komen ze een beetje los te lopen. Ik moet helaas het hertenkamp in Enkhuizen alweer achter me laten. Ik zal nog eventjes netjes dag zeggen tegen ze. Doei! Oh, misschien zijn ze wel blij dat ik ga. Mocht jij nou ook een mooie plek weten in West-Friesland, laat me dan weten in de reacties. Want dan ga ik daar de volgende keer heen.